Hey boy, Bart, Meester in Bier hier. Hoi, namens Haas. Wij zijn bij Brouwerij de Molen, namens Biergeeks ook een beetje, hè, eigenlijk. En met een heleboel biergeeks. En we gaan een leuke proeverij beleven, hopen we. We gaan ze even zien. Hashtag zin in. Lord, can you give me a little bit of grace? Oh, can you hear me? It's been one of those days. Nee, lekker shorts. Weer dat kind zien. So I'll be waiting down by the riverbanks. You know I'll be praying, so please don't delay. Lord, can you give me a little bit of faith? I want to believe. Misschien al voorbij zien komen. Wie van jullie heeft deelgenomen aan die Q&A-sessie op Facebook? Kijk, dat is altijd grappig, want er is altijd gezegd: vraag de mensen die deelgenomen hebben om hierheen te komen. Dus ik doe nog een klein stukje van, dat, van die sessie toen, voor degenen die er niet bij waren. En stel vooral vragen. Barrel aged, die zijn altijd lekker. Ik zag net al iemand kijken, oh, hier staat ook iets lekkers, zei iemand. Precies, dus we gaan ze niet allemaal doen, want dat kan ik jullie niet aandoen. Maar we gaan zeker wel even lekkere dingen proeven. We kregen natuurlijk best wel veel kritiek van, jongens, hey, wat zijn jullie nou in godsnaam aan het doen? We zijn een redesign aan het doorvoeren, we zijn aan het veranderen. Dat is eigenlijk om een hele belangrijke reden. Dat is simpelweg. Swinkels heeft het bedrijf overgenomen. We hebben corona gehad. Het heeft niet altijd de aandacht verdiend die het had moeten verdienen vanuit het moederbedrijf. Dus we moeten echt alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat de mode blijft bestaan. Ik heb liever van tevoren dat mensen zeggen, hey, ik ben benieuwd wat erin zit, dan dat ze achteraf negatief verrast worden. Dus daarvan hebben we ook afscheid genomen van die rare namen. En dus gewoon veel meer in de naamgeving aangegeven welke smaken kun je gaan verwachten. En dat zien we dus ook bijvoorbeeld al terugkomen in de ratings. Van hey, ik proef het. Of ik proef het totaal niet, dat kan natuurlijk ook. Dat mensen vanuit die naamgeving ook echt nieuwsgierig worden. Dankjewel, Koen. Dankjewel. Ik kan niet lullen, want ik ben bierbrouwer geworden om de brouwer niet om te lullen. Dus ik probeer, ik ga mijn best doen. Nou, wie zijn wij? He, bij, ik ben in ieder geval John. En dan ja, die seasonals proberen we dan die dag in douw, die gure kou. Gaan we gewoon elk jaar weer proberen te maken. Daarnaast hebben we ook dan de black labels. He, dat zijn de barrel-aged bieren. Oh, dan zo. Oh, nog even de fruit in krijgen. Ja, er werd net al gesproken over een blond, dus inderdaad, even. Dit is voor ons ook gewoon echt een tactische commerciële zet. In de zin van, blond is inderdaad een groot segment. Veel mensen kennen blond, veel mensen drinken blond. La Trappe, die haalde een deel van zijn volume uit de Nederlandse markt. In verband met een productieplafond. Nou, dan komt er volume vrij. Maar hier zien jullie in ieder geval nog wat er komen gaat. Waaronder dus ook jullie kruid en koek. De Baan Pangang hebben jullie al gezien. De koffie en pompoen zit er nog tussen. Ja. Die komt vlak voor Halloween, komt hij uit. Ja. En we sluiten het jaar af met de Schwarzwalder Kirsch Stout. Of de Tiramisu Quadruple. Ja, lekker. En voor volgend jaar hebben we ook weer een aantal hele leuke, bijzondere combinaties op de planning staan. Iedereen mag meedenken. En elk jaar weer vond dat zich een longlist. En eigenlijk uit die enorme longlist haalt het brouwersteam haalt daar 18 uitdagingen uit die ze uit willen gaan. En soms betekent dat ook dat er dus smaakvariaties tussen zitten waarvan ze zeggen, ja, dit gaat ons ook even iets te ver. Dus nee, dat gaan we niet doen. We hebben gewoon heel simpel gedaan. Hoe kunnen de consument zo simpel mogelijk vertellen wat het is? Door gewoon ook het label in een houtnerf uit te beelden. Hout barrel. Het barrel type, van waar heeft hij op gelagerd, gelegen, en dan het jaar en het type bier. Heel simpel. Bart, kom! Bart, het regent, kom! Regent het? Oh, is dat het? Het is precies hetzelfde. Dezelfde bedoeling is een bom en granaten. Die kan ik maar zo'n 1500 liter kan ik daar maar van brouwen. Dus natuurlijk een hele zware stort.
brouwen dan ook echt al 3 keer per dag hier zo. Dat is wel lange dagen. Mijn schema van bijna 1,5 uur plus nog filteren. Dan 3 keer op een dag, dan ben je wel van 6 tot een uur of 7, 8 bezig. Zeg maar, dat we hier dan met 4 brouwers zijn. Dat is wel makkelijk te doen. We hebben hier op vergissingssteen staan van 6000 liter. Waarachter staan nog dat zijn de oudjes van 15.000. 13.000, daar ook nog eentje voor 14. Dit zijn de gistakkers waar ik het over had. Het zijn hele simpele geld in elkaar gelast. Maar hier doen we dus wat bord in. Van de brouwsel wat we op de dag zelf maken. We kijken natuurlijk wel van als ik een hel in verdoemd is aan een brouwerwinning morgen puur vlambrouw. Dan ga ik niet een bord daarvan gebruiken. Want dat ga je toch wel zien. We proberen altijd al goed te plannen om goede starters te maken. Wat doen we? We doen zeg maar zo'n 50 liter bord doen we erin. En we vullen het op met 100 à 125 liter water. We gooien er gist bij. Ligt eraan hoe groter de zwaar de brouwsel wordt. We hebben een systeem met zuurstof. Dus onder 5 minuten gaat hij even wat zuurstof hierin blazen. En dan stopt hij weer even en dan doet hij gewoon rustig de hele nacht door. Deze heb ik al gemaakt voor maandag. Dus morgenochtend ga ik deze even in de koeling zetten. Want dan stopt hij gewoon even dat gistproces. En dan kan ik hem maandag er weer uithalen. En dan kan ik hem maandag al gebruiken. Werkt perfect. En het scheelt echt zoveel gist. Normaal op zo'n thee ben je echt wel 5 à 6 pak gist nodig. Hè? Als je het gewoon zonder gist had, nu moet je maar 1 pakje te gebruiken. Boven de 10G of volgens mij wel 12G wordt alles eruit geslingerd en komt het hier weer helder naar een van onze tanks toe. Vanuit die tank gaan we dan door de inlijm carbonator en dan gaat naar de afvultank. We hadden best wel problemen met fusten vooral, en dat de bieren na een tijdje toch gingen gisten in de fust. En dan was het gewoon niet te tappen meer, maar heel veel cafés en voor mezelf was dat gewoon een drama. Nu gaat het door deze pasteur, wat gebeurt er? Het bier wordt even verwarmd naar zo'n 70, 71 graden. Dus alle gisten is gewoon niet meer aanwezig. Please
Hey, Sjors, hoe vond je het? Supergezellig. En oh, die bitterballen. Die waren goed, hè? Ook wel wat mooie bieren geproefd. Heerlijk. En de brouwerij gezien? Ja, bokkenpootjes. Bokkenpootjes bier. Kruid en koek. Kruid en koek. Stiekem, onderaan. Ja, stiekem, stiekem in samenwerking met Pijnenburg, maar dat zetten we niet op het etiketje, hè? Christian Pijnenburg wel te verstaan. Laten we daarover geen misverstand krijgen. Ciao, was leuk. Dag. Dag.